carnaval en kanker. Twee woorden die niets met elkaar te maken hebben, behalve in Doetinchem. Het muzikale duo José heeft een carnavalskraker opgenomen ten bate van de Nederlandse kankerbestrijding. Aanleiding is het overlijden van adjudant André Klein-Goldewijk. Hij overleed in november aan botkanker. Zijn broer Joop is de ene helft van het duo José. Samen met zijn muzikale collega Sebe Janssens besloot hij een nummer te maken om zijn ernstig zieke broer wat op te vrolijken. Want André Klein-Goldewijk nam zelf ook ooit een carnavalslied op. Zijn broer liet het vanmiddag horen aan verslaggever Rob Haverkamp. Ja, hier loop ik op mijn klompen. Blote vuut en beneden bang. Joop Klein-Goldewijk, carnavalskrie was dus het nummer van je broer André, hè? Ja, dat klopt. Dat heeft hij destijds geschreven. En daar heeft hij dus wel een prijs mee gewonnen. En daar was hij bijzonder trots op. En dat nummer dat is gedraaid op zijn begrafenis, toen jullie binnenkwamen lopen. Dat klopt, want wij waren er uiteraard toen. En toen werd het nummer gedraaid, en op zijn verzoek overigens, dat wou hij graag. En toen heb ik gewoon ook, ik had zelf wel moeite mee trouwens, maar ook mensen zien huilen erom. En dat is toch wel een merkwaardige gewaarwording. Huilen om een carnavalsliedje, toch. Nou kun je André gerust helemaal carnavalsmaf noemen, hè? Inderdaad, hij was echt helemaal een carnavalliefhebber in hart en nieren. Hij ontwierp ook versierde wagens, zeg maar, met zijn straat en zo. Daar won hij ook prijzen mee en daar was, was hij altijd wel heel veel mee bezig in ieder geval. Ja. In tegenstelling tot jezelf, helemaal niks met carnaval heb je. Maar dat is voor André toch iets anders geworden? Inderdaad, ik ben zelf niet zo'n carnaval figuur, moet ik zeggen. Want ik drink nauwelijks, behalve melk en ranja. Maar... ik denk, voor hem is dat wat anders, dus voor hem had ik dat wel over, ja, inderdaad. Want zelf een carnavalsnummer geschreven voor André? Inderdaad, dat was Sebe en ik samen in elkaar gezet en nu kon het wel dus. Je muzikale collega Sebe Janssens zit hier naast je. Zouden jullie een stukje kunnen laten horen? Natuurlijk, met allergrootste plezier. En de kop vol plezier, de kom van de stoel, de flessen vol met bier. Met de neus in het glas en de kop vol plezier, de kom van de stoel, lekker aan de zwier. Den elften van den elften is voor ons een hele grote dag. Kriek plotseling de kriebels in de buurt. Waarom schrijf je een carnavalsnummer voor iemand die op sterven ligt? Nou, dat is eigenlijk gedaan om hem een beetje op te beuren. Om een beetje nog een prettige tijd iemand te bezorgen dat je nog hebt. Want je broer had botkanker? Ja, dat klopt. Hij had botkanker. En hij was in een heel ver stadium, maar hij had heel veel pijn. En dat is misschien wel een manier om iemand een beetje afleiding te bezorgen. En geen betere afleiding voor André dan carnaval? Inderdaad, want hij was echt helemaal carnavalfan. Dus wat dat betreft is dat wel gelukt, ja. Moeilijk lijkt me dat, om op zo'n manier een carnavalsnummer in elkaar te draaien. Nou, dat is eigenlijk ook best wel. Het is niet zo makkelijk, maar we deden het voor hem dus. En dan kun je het wel. En ga je dan nog nadenken over wat voor lied? Of is dat gewoon eruit gooien, vrolijkheid? Ja, gewoon eruit gooien, vrolijkheid. Dat is de enige manier om hem op te beuren. En het is gelukt, hè Joop? Ja, vind ik wel. Want het liedje heet met de neus en het glas, dat zegt dat genoeg. Dan gaat hij niet om ranja's. Oh, maar. En hij vond het toch hartstikke leuk. 23 november is hij overleden. In het ziekenhuis kon hij daar nog genieten van de carnavalskraker? Ja hoor, hij heeft ook zijn eigen liedje en ons liedje heeft hij nog gehoord. En ik heb ook gehoord dat hij nog iets aan het zingen was. Maar dat is heel raar. Maar ja, goed, dat betekent dat hij het wel overkwam. En hij heeft echt van genoten. En zijn laatste woorden, tot ons tenminste, was wat dat betreft van... dat jullie dat allemaal voor mij doen. Dat vond ik wel heel sterk. Met de neus in het glas en de kop vol plezier. De kom van de stoel. De flessen vol met bier, met de neus in het glas en de kop vol plezier. De kom van de stoel, lekker aan de zwier. Jojo! 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 Een duo José, oftewel Joop Klein-Goldewijk en Sebe Janssens. Wie de cd met de neus in het glas ten bate van de kankerbestrijding wil aanschaffen, kan even bellen met de telefoniste van Radio en TV Gelderland. Thuis bij TV Gelderland. Van onze redacties in Apeldoorn, Doetinchem, Arnhem, Nijmegen en Tiel is dit TV Gelderland Nieuws. Met het nieuws van maandag 30 december, met vandaag onder meer.
Personeel Maxer Harderwijk woedend om massa-ontslag. Vuurwerkhandelaren in de knel door strengere regels. Carnavalskraker voor overleden broer. Een carnavalskraker op een begrafenis. Het klinkt wrang, maar Joop Klein Goldewijk uit Doetinchem schreef voor zijn doodzieke broer een echte meezinger. En die klonk ook bij de uitvaart. Een elfde van de elfden is voor ons een hele grote dag. Geen plotseling de kriebels in de buurt, het is weer tiette mag. Van raps omhoog en duwt de zon erop. Hij was al jaren hier bij de Umdrees in Doetinchem. En nou, hij is ook prins adjudant van de prins van Doetinchem dan, van prins Theo, die net afgetreden is. En daar leefde hij helemaal voor. Een eigen carnavalsliedje heeft hij geschreven vorig jaar samen met Joop dan. En dat was ook een succes hier in Doetinchem omstreken. André Klein Goldewijk, een echte carnavalfanaat, overleed op 23 november. Botkanker maakte een abrupt einde aan zijn leven. Om hem nog wat op te vrolijken, schreef zijn broer speciaal voor hem een carnavalskraker. Met de neus in het glas en de kop vol plezier. De kont van de stoep, de flessen vol het bier. Met de neus in het glas en de kop vol plezier. De kont van de stoep, lekker aan de zwier. Het feest van carnaval. Ja, ik weet, hij lag in het ziekenhuis. Hij wou graag naar buiten of naar huis. Dat kon ze maar niet. Maar daar hebben ze hem dus, ging hij op het balkon. Hij had dus een balkon erbij, Wilhelmina en Doetinchem. En toen was het heel mooi weer. Toen Sinterklaas werd binnengehaald. Toen hoorde hij die scheepspoeter in de vette. En hij, nou ja, je kon niet goed met hem praten, was daar heel ver onder de medicijnen. Maar hij reageerde er wel erg op. En, ja, en toen werd ook de carnavalsliedje gedraaid. En ik heb zelfs meegemaakt dat hij nog mee zat te zingen zelfs. Terwijl hij een paar uur later dood was. Dus dat vond ik wel heel frappant eigenlijk. Nou is iemand overleden en dan gaan jullie een carnavalsliedje zingen. Ja, gek hè? Nou, eigenlijk is het helemaal niet gek. Dat carnavalsliedje, dat is gewoon een eerbetoon aan André. Omdat hij zoveel voor die carnavalsvereniging gedaan heeft. En dat vonden wij gewoon geweldig om dat voor hem te doen. Door positieve reacties uit een omgeving is het carnavalsnummer op cd uitgebracht. De opbrengst van de verkoop gaat naar de Nederlandse kankerbestrijding. De flessen vol met bier, met de neus in het glas en de kop vol plezier. De kont van de stoel, lekker aan de zwier. Ja, ja.